Welkom bij de 24e aflevering van Sassendom TV. Wie gaat even terug in de tijd? Naar het prinsentreffen in Nijmegen. Ja, goedemorgen, Wurgert. We hebben weer 9 uur. Stop hier in de kolder. Want we moeten naar Nijmegen. Stiet er al een stellige buurten te wachten. De bus zal er zo wel aankomen. Maar we gaan eerst eens even kijken of er koffie is. Kom met! Voor een bakje koffie. Nou, dit. Yes. Oh, Gent hoor. Goedemorgen. Ja, hi, goedemorgen. Goedemorgen. Het weer vandaag? Het weer? Nou, ik denk dat het wel aardig goed wordt, hoor. Ja? Ja, het wordt wel goed. Ik denk dat het echt drankweer is vandaag. Oh, vind je best wel? Ja, is Gert er niet vandaag? Nee, Gert is er niet. Oké. Okay. Maar overvliegen die nevenbuien? Ja, zoiets, ja. Ja. Maar ik denk dat het meer bierbuien vandaag. Oh, nou. Ja, een bier. Oh, hey, is water nog even op terug, hè? Dat is goed. Voor het weer van aankomende weken. Dat is goed, dat gaan we doen. Waar zitten jullie? U, hè, Gert? Ondertussen zien we heel veel uit de slapen gezichten in de bussen. Ik moest eten. Ik moest eten, meen ik. En hier had Gert nou iets tegen het tegenlicht het om. Het schema, een mooie tijd aan. Wat is de verwachte aankomsttijd? 10:45. 10:45, ja. Nou, dat is een mooie tijd. Tot dag, Ruud. Ik blijf de hele dag. Ja. Dan gaat zelf ook nog even een feest gedruisen. Gaan we er een mooi feestje van maken. Maar je neemt er niks, hè? Nee. Een paar cola light. En dan lekker aan de koffie. Dan nodig hier weer de bus in over ons opbrengen. Komt dan weer. Ja. Wij bedanken natuurlijk de firma IJsseltours, maar ook de firma Sigmans. Helemaal goed. Dat het allemaal zo kan. Ja. Perfecte samenwerking, hè. Het mooiste wat er is, hè. Dag ik. Mooi zo. Nou, dit was onze busje weer dus. Zie terug naar jou. Kijk toe. Ja, kijk toe. Goedemorgen allemaal. Kijk dan. Het klinkt Wim kan wel. Wat vandaag gaat gebeuren. Zometeen wordt de kaart gecontroleerd. Jullie krijgen dan een busnummer toegewezen. En een plaatsnummer in het DVB. Busnummer wil zeggen, ik heb busnummer 0, 1, 2, 3, 4 krijgen. Busnummer 0 wil zeggen dat je niet mee kunt. Helaas, we hebben te veel mensen voor te weinig ruimte in de waag. Maar busnummer 1, 2, 3 of 4, daar kun je gewoon instappen. Zometeen staan er hier 4 bussen klaar. Hoe werkt het zometeen? Je gaat naar binnen, kaartcontrole, fotomoment voor het kabinet. Daarna naar binnen de brasserie in. Heb je een busnummer, kun je gewoon in de bus instappen. Ga je naar de waag, daar vindt een toespraak plaats van de burgemeester. Richard, we zijn in Nijmegen, hoe gaat het? Worden we opgenomen of niet? Jazeker, oké. In Nijmegen, hartstikke gezellig. Hoe was de busreis? Busreis, super. Snel. Ik wou dat het sneller was. Ook hier in Nijmegen, oftewel Knotsenburg, komen wij bekenden tegen. Onze Mike, een oud jeugdmens van de Glienebelters, inmiddels toegetreden tot het bestuur. Ja. Omdat? Ja, op een gegeven moment dan stopt er wat. Ja, en dan probeer je met z'n allen de gaten te vullen. En we hebben zoiets van ja, de jeugd heeft ook de toekomst, dus we staan er met z'n allen. En we willen toch wel graag doorgaan, want ja, carnaval, daar houden we van. Maar worden er nog regels veranderd? Nou, dat is een verjonging in het bestuur. Dus je hebt 2 jonge mensen in het bestuur aangenomen. Ja, regels zijn regels. Je hebt allemaal regels waar je aan moet houden. Maar uiteindelijk hebben we eigenlijk geen regels. Want ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen normen en waarden. En we houden ons allemaal wel binnen het boekje. Tenminste, daar doen we ons best voor en dat lukt ook aardig. Maar dat word je als bestuur dan ook wel gecorrigeerd als je je boekje te buiten. Ja, wij moeten. Ja, je hebt een bestuursfunctie, dan kun je denken van ja, we zijn anders nu, omdat je in het bestuur zit. Maar zo voelen we dat niet, want dat doen we zijn. Nee, ik heb het meer over de leden. Hè? Kijk, je treedt niet zomaar toe tot een bestuur. Nee, dat doen we niet.
Maar we hadden toch zoiets van, ja, dat willen we wel. Want ja, het is zonde als de boel stopt of wat dan ook. Er is geen bestuur. Maar je merkt toch dat er bij de verenigingen een bepaalde vergrijzing optreedt. Ja, en die vergrijzing proberen we wel met z'n allen te voorkomen. Want ja, we hebben bij de Knierenbelts hebben nou, een stuk of 5 jonge leden. 4. En ja, die 4, 5 jonge leden, daar proberen we wel kracht uit te halen. Samen met hetgene wat er al zit. Want dat moeten we ook niet vergeten. Want die hebben altijd het voortouw wel te dragen. Ja, en we proberen dat wel steeds verder uit te breiden. Toch iets moois. We hebben een mooie bouwlocatie overdekt en verwarmd. En dat is voor verenigingen, is dat al een groot issue. Want locatie, bouwlocaties in Zwolle zijn zeldzaam. Ja, en dat is in jaren bij ons ook niet gebeurd. En dit jaar hebben we ook voor het eerst weer een nieuwe wagen. Dus ja, er is wel weer iets moois uit ontstaan met z'n allen. Kun je een tipje oplichten van de sluier? Wat wordt het thema? Een tipje? Nou, we hebben geen Kun je de Sassen Donkers een kleine scoop geven? Ja, nou, het is volgens mij iets Frans of iets Italiaans als bijwoord, want dat werd verzonnen dan. Maar ja, voor de rest hebben we niet echt een thema, want we hebben altijd een prinsenwagen. En dit jaar wel een wagen dat we van links naar rechts kunnen. Dus we kunnen in ieder geval iedereen zien die langs de optocht staat. We zullen het allemaal zien 25 februari, 26 februari. Ja, dat gaan we doen. Dat zeker weten. Nou Wierut, ik denk dat dit heel goed voor je is. Voor jongen in Winde Knienerbeltes. Wierut is ook een West-Holtenaar, hè? En een hele goeie. Een hele goeie, niet te vergeten. Dus Wierut, je hebt nou weer, hè? Het komt helemaal goed met de Knienerbeltes. We doen ons best. En meer dan dat kunnen we niet doen, Wierut. De kleintjes komen aan de roer. 11 jaar geleden jeugdprins. En nou ziet hij er gewoon als volwaardig bestuurslid. Dat doen we. Ik denk dat er binnenkort nog wel prins wordt. Nou, daar wachten we nog maar even mee. Oh, maar Wierut, en vraag hoe was dat je dan? Wie weet. Appetjo. Ja, we moesten op eigen vervoer naar de waag toe. We zijn heel eind lopen tegen de bulldog. Maar ja, Gert, dat doen we voor je. Valt niet mee. 900 meter. 900 meter lopen. Wierut. Je hebt het net als die praten op het podium. Meneer de verpleegstalmeester, die heeft alles aan elkaar geluld. Maar je hebt gezien dat de lint die kreeg. En niet zomaar in, hè. Waar heb je kreeg? Dit is een onderscheiding van uitgegeven door prins Bart de Eerste van Klotsenburg, de huidige prins. In samenwerking met, ik mag misschien geen reclame maken, maar van een biermerk. Ik zal maar niet zeggen wat het is. En dat gaat in het kader van de 100ste Vierdaagse van de afgelopen zomer. En dan in samenwerking, want met de Vierdaagse wordt ook altijd een medaille uitgegeven. En voor mensen, je hebt mensen bij die even eerst lopen, maar je hebt ook mensen die er al 40, 50 keer gelopen hebben. En die vinden het altijd prachtig om te doen. En het was dus een idee om deze medaille uit te geven met de beeldenis van ons kabinet, van prins Bart I. Het is een schitterende medaille. Ja. Maar over de Vierdaagse, heeft u hem zelf ooit een keer gelopen? Het is namelijk zo dat je als ras-echte Nimwegenaar die Vierdaagse een keer gelopen moet hebben. Maar ik moet je eerlijk vertellen, jongen, ik doe het nooit van mijn leven. Ik doe alleen de kroegen toch. Maar dat is ook al een Vierdaagse, dat kan er wel ook 4 dagen. Dus uiteraard. Ja. Dus u heeft de kilometers al wel gelopen? Ik heb ze al achter mijn rug liggen, ja. Zoals vandaag, uw functie was hier vandaag alles aan elkaar praten. Gaat u verder nog wat doen vandaag? Nou, de hoofdzakelijk is dat we straks in de Jan Massinghal verder gaan met het grote feest. Het prinsentreffen, waar dus tientallen prinsengezelschappen zich toonbaar maken op het podium. Dat is straks met de inhaling. En verder is het de hele dag feest. En wij staan als ex-prinsen op een apart podium, een sponsorpodium. Wij sponsoren niet, maar wij drinken alleen. Ah, nee, kijk. Dus u wordt gesponsord? Wij worden gesponsord. Maar dit, bij ons is in Sassendonk een oud prins wordt een vorst. Maar hier in Nijmegen wordt dat een ex-prins. Dat is een ex-prins.
zijn er weer uit. Jo, Hartje. Hoog uit. Oh, Hartje. Dankjewel. Ik heb weer tijd. Ik moet... Lekker. Gaan we even wat goed langer op doen? Zo. Ja. Lieve Narnia-rennen, ook voor alle prinsen en prinsessen die zojuist terug zijn gekomen van een heel mooi waardevol bezoek in de Waard in het centrum van Nijmegen op de Grote Markt. Ook voor jullie natuurlijk allemaal een hartelijk welkom hier in de Jan Mossenkal voor de 24e editie van het Internationale Prinsentreffen. De karre van onze prins van Knotsenburg, de Knotse Marij. Knotsenmarij van Knotsenburg. Dat kennen we in Zwolle niet. Maar de heren willen vast uitleggen wat het is. Theo mag beginnen. Theo mag beginnen. De Knotsenmarij is de eregade van de prins van Knotsenburg. En die is van oorsprong ontstaan doordat iedere carnavalsvereniging een, laat ik zeggen, een beetje een actief lid had, wat niet meer zo actief was. En daar als een soort eretitel dus lid werd van de Knotsenmarij. Dus en wij zijn nog wel actief, maar bijvoorbeeld opbouwen van wagens en dergelijke, daar laten wij aan de jeugd over. En wij vinden dat gewoon een hele eer om elk jaar bij een nieuwe prins van Knotsenburg, om daar als eregade op te treden. Wij doen dus de prinsproclamatie in november, de zaterdag het dichtst bij de 11e. Dan hebben we de optocht, de carnavalsmis, de sleuteloverdracht, daar spelen we een hele grote rol in. En dan gaan we de burgemeester ontvoeren, we hebben dan een groot kanon en die wordt dan afgeschoten. De burgemeester wordt met een hele hoop bombarie wordt die uit het stadhuis gehaald. En dan gaan we naar de tent van het Mariekenpaleis en dan wordt dan de sleuteloverdracht plaats. Dat zijn eigenlijk de hoofdtaken van de Knotsenmarij. Waar de grote prins actief is, daar zijn wij erbij. En jullie lopen altijd vooruit? Wij lopen altijd voor de prins uit. Dat is ook zo, de naam Knotsenburg is eigenlijk 450 jaar geleden ontstaan. Het had met de Spanjaarden te maken, want de Nijmegenaren in verband met belastingen en anders waren ontevreden. En we hebben de Spanjaarden zeg maar, uit Nijmegen verdreven door Knotsen. Want die mensen, de boeren op het platteland, die hadden niks. Die hadden rieken en dat soort zaken. En ze waren altijd wel in de minderheid. Maar op een gegeven moment, zo is het verhaal, dat de burgers van Nijmegen het leger van Nijmegen gingen helpen. Zodoende met die knots,
toen ze dus het leger hebben geholpen en de Spanjaarden uit Nijmegen verdreven. En zodoende hebben wij dus die knos als eerbetoon van toen, van 450 jaar geleden, is dat zeg maar het verhaal. Ja, kunnen jullie tellen? Ik tel tot 3. 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Yeah. Alles gaat zo goed, er kan niet fout. Jullie, ik tel tot 3. 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Applaus voor jezelf en wat een warmte hier op het podium. Waar ben ik? Lieve ze de kinderen is, dan weer een feestje gemist. En achteraan, dan zul je mij niet horen vragen. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la. Er zit een wereldsterren. De Knots en Marij zat er. Maar Tim en Emiel ook? Ja, ik ken ze nog niet. Maar het is een duo. Ik heb het naar die hun zing. Wie hebt de opnames? Ik denk dat Gert er wel mee inplakt. Maar die jongens worden wereldberoemd. Waar komen jullie vandaan? Nou, wij zijn Tim en Emiel, zoals je zei. Wij komen uit Wijchen. Nog op je vlak bij Nijmegen. Wereldberoemd inmiddels. Dat kun je vanaf Nijmegen lopen doen, denk je? Dat zou je lopen kunnen doen. Ligt aan of je gedronken hebt natuurlijk. Maar in principe zou je het lopen kunnen doen. Want jullie hebben een speciale dag met de Vierdaagse. We hebben dus de Wijchense dag in de Vierdaagse. En daar zingen jullie ook? Ja. Daar zingen wij ook. We zijn overal wat iets te doen is, zijn Tim en Emiel. Nou ja, ik denk ze binnenkort ook wel in Sassenon, maar jullie zijn een jaar geleden begonnen. Ja, we zijn een jaar geleden begonnen. We zijn oude vrienden van vroeger als het ware. En eigenlijk vroeger al bezig met zingen, rare stemmetjes, noem maar op. En uiteindelijk tegen elkaar gezegd, nou wij willen gewoon een keer een carnavalshit of op gaan treden. Nou, die hit is nog niet gelukt. Die hit is nog niet gelukt, maar we zijn heel hard aan het werk. Kom misschien met bij jullie hulp wel het lukt. Goed jongens. Kom maar wij staan. Kijk, zelfs in Tirol zijn wij inmiddels al langs de weg aan het timmeren. De fans uit Tirol komen gewoon naar je toe. En die komen wel bij. Maar hel. Nee, we zijn begonnen, voor de grap. Op een gegeven moment elkaar een klein beetje het oog verloren. Emiel kreeg een telefoontje van de gebroeders Rossig. Inmiddels hebben we een gevestigde naam binnen Carnavalsland ook. Met het bericht, wij houden het Rossig Meezingfeest. Wil je eraan meedoen? Nou, Emiel zei ook van... Niet alleen. Niet alleen. Nou, van de andere kant werd ik door een jongen van het feestteam, ook een bekende naam, benaderd. Met de vraag, Tim, is er niks voor jou uit het Rossig Meezingfeest? Nou, toen was de link heel snel geweest. Emiel belde mij op. Tim en Emiel. En Tim en Emiel was geboren. Nou, sinds die tijd is het eigenlijk heel snel gaan lopen en zitten we eigenlijk met de carnaval meer dan vol. Maar jullie brengen nog dit jaar een nummer uit of? Ja, we hebben dit jaar een nummer ook uitgebracht, samen met DJ Ronnie en carnavalsvereniging De Bijtankers. Nummer Feestje doen we hier, binnenkort ook op YouTube en op alle kanalen te beluisteren. We hebben vanavond mogen doen en volgens mij sloeg hij redelijk aan. Het staat op de band, het komt super. Kijk, dat is goed om te horen in ieder geval. Dus we zijn benieuwd, misschien is er al toch de hit waar wij op zitten te wachten. Nou ja, in ieder geval, ik ga mijn best doen om jullie naar Sassenheim te krijgen. Ja, dat zou geweldig zijn. Hopen dat we elkaar daar treffen. Misschien. Als jullie een keer in de buurt zijn, kom even kijken hoe wij carnaval vieren in Sassenheim. Het is geen carnaval in Brabant, maar zeker drie keer gezellig. Kijk, nou dan zijn wij van de partij. Dat hij anders was, en geld is een stoere. Altijd een zekere poepen in de make-up van mijn zus. Want Joost is anders geaard. Joost is anders geaard. Leg je zichzelf af, je zeker van waar. Maar Joost is anders geaard. Het wordt hier gezellig. Ik kan er veel meer bij. Dit zomer 14, maar ik kwam het echt te licht. De meisjes en de jongens maken alles weer gek. Ik zoek in het kamer, ik ben een zonder weer. Ik hoop dat ze het zien naar in de ver. Want Joost is anders te aan. Laat je horen! Joost is anders geaard. Moet ik zijn leven, ik zeg dat je zeker nog wat. Maar Joost is anders geaard.
geaard. Nog iets anders geaard. Mos ik van Gert, Batse en Elma, ja zeker Elma, heel hartelijk bedanken voor de opname en de uitvoering van deze video. Anders begint Batse weer te lippen, zegt Gert.